Ik heb hier zo zin in, jongens. Het is nu 12:30. Ik ga de deur uit. Ik ga naar René. En heerlijk mijn haar doen. Het is extreem lang. Ja, lang is gewoon lang natuurlijk. Maar ik heb gewoon heel erg zin om een model in te knippen. En toen zag ik een video, een TikTok van Victoria Paris. En zij knipte een soort van hele laffe mullet. Korter en achter heel lang. Maar eigenlijk gaat het meer omdat die zijkant best wel ver weg zijn. Dus dat geeft een heel vet silhouet aan profiel, vind ik. En ik ga nu lekker naar een eetje. Lekker bijkletsen. Echt een treat. En ik zie jullie daar. Oh nee, wat doe jij ook nou? Jongens, ik ben even te vroeg. Maar ik ga even naar de Kruidvat voor skinfood kijken. Oh. Wel iets van korting. Soms is het echt 1 plus 1 gratis. Dus ik neem nu gewoon een paar mee en dan wacht ik even tot een dikke aanbieding. En dan koop ik meestal iets van 6 tegelijk of zo. Maar ik heb geen ethos bij mij in de buurt, dus vandaar. Kijk, daar is mijn poesje. Mooie kleuren weer bij jou, hoor. Dank je. En steeds meer haar ook. Ja, dat haar wordt langer en langer en langer. Ja, je ziet je. Oh. Een wichtje. Hoe gaat ie? En we doen TikTokje erbij. Oh, en dan moet ik een knoop hartstikke druk. Ja, want ik had dus laatst een klant. Zei, ja, ik had jou via TikTok gevonden. Ik zo, TikTok? Ik heb helemaal geen TikTok. Maar dus wel via mijn TikTok? Ja, want zij heeft ook heel veel haar. En jij hebt ook heel veel haar. Dat meen je niet. Ja, graag. Lieve mensen, wij gaan niet veel spannend doen. Ik heb die video van die mullet al laten zien. Wat gaan wij doen? We gaan wel meer lagen doen. En we gaan vooral meer lagen aan die voorkant doen. De curtain bang gaat ook wel echt korter worden. We gaan niet het korte Berlijnse ponnetje doen. Nee. Maar wel echt op de wenkbrauw. Dus je moet wel iets meer gaan feunen. Dus dit. Dat zit er dan even niet meer bij. Nee. Heb je de spoor? Ja, niks aan de hand. Maar het is wel weer heel lang. Niet, ja, het is gewoon niet lelijk. Maar ik mis wel een beetje punch. Ja. Dus we gaan het even een beetje upspicen. Oh, wat fijn dat ik hier altijd kan komen. Met een half schampionnetje. Oh, dat mullet idee, wat natuurlijk niet is. Is als hier lagen weg zijn, dat je aan profiel ook leuk daaruit ziet. Als je dit ziet. Ja, dus wat dat ik ga wil doen ik altijd. Daarom doe ik altijd mijn haar zo. Dit ga ik dus dan echt wel wat meer lagen. En ja, dit gaat gewoon helemaal weg. Dit komt helemaal zo. Ja. Dus wat we gaan krijgen is. En dan dit weg. Dat je wat meer jukbeen ziet. Ja, dat dit zo lekker wat luchtiger. Ja. Vind ik lekker. Oké, nou we gaan beginnen. Doen we nu even de TikTok. Hey, dat is zonder tekst. Ik kijk alleen even naar mijn haar. Dan is de voice-over van, ik ga van dit verschrikkelijke kapsel naar dit kapsel. Okay. Dus heel erg op de mimiek, hè? Hoe nou zit ik? Scandinavian hairline. Ja, ik vraag net aan René wat zij daarvan vindt, want ik zie dat dus all over de internet. En dan denk ik, oh. Ja, het is als je dus heel licht bent van nature, dan is het heel mooi. En het sowieso als het gedaan is, ziet het er heel vaak heel mooi uit, omdat het heel clean is. Hè? Je ziet dan niet, als je soms bij highlights kan je de beginnetjes van de highlights zien. Mm-hmm. En als je die hairline, Scandinavian hairline doet, dus het eigenlijk het hele aanzetje bleached of kleurt, dan heb je dat het wat cleaner is. Yeah. Alleen als jouw eigen kleur wat donkerder is dan de kleur die je het maakt, krijg je alsnog wel een hardere uitgroei. Yeah. En bij bijvoorbeeld mensen met wat grijzer haar of zo, dan groeit dat heel mooi uit. Wel. Als je dus donkerblond bent en je maakt hem echt super blond, dan krijg je alsnog toch één harde toch een lijn. Harde lijntje. Ja. Ja. Nu wachten en straks lekker knippen.
Hallo, even kleuren in. Hoe mooi, hè? Mooi, hè? Ja. Ja, voor mij doen zeg maar heel kort, wat weggeknipt. Ja, dit vind ik heel mooi. Heel leuk. Dit moet wel, dit wordt wennen. Dit. Ja. Want ik doe normaal natuurlijk echt de hele dag. Altijd achter je oren en dat gaat nu niet meer. Moet juist een beetje zo naar voren. Ja, het mag een beetje shaggy vallen. Ja. Dankjewel, lievertje. Nou jongens, even mijn daglicht. Toen was het toch niet verkocht. Jongens. Heel blij. Is helemaal... Helemaal wat anders lekker. Ik heb een tas van een van jullie gekregen. Zij is echt wat voor jou. Oh ja. Oh, een kaartje. Hi Roos, veel plezier met de tas. Ik geniet altijd mega van je vlogs. Ga zo door, Ashley. Oh. En ze zegt, het is echt iets voor jou. En het is het ook, want het is natuurlijk nylon. Groot. Hier past mijn camera in. Dat heb ik al 1000 keer gezegd. En bruin. Oh, ik vind hem heel mooi. Dankjewel, Ashley. Ik heb nu sowieso elke dag deze tas mee. En hier past mijn camera ook in. Maar dan niet nog iets anders. Dus als ik ook wat water en kleding en zo, dan is dit te klein. Dan is dit goed. En als ik echt ga shoppen, pak ik altijd deze. Want daar past natuurlijk alles in. Dus dankjewel, hier ben ik heel blij mee. En dan nog iets leuks. Roosmarijn, veel plezier met je zonnebril. Heb er nog een leuke shopper bij gedaan. Lieve groet, Lisette. Wat zijn jullie lief. En dan op zo'n gerecycled papiertje. Love it. Sparkle. Ja. Zij stuurt. Nou, Lisette. Deze app, dat heb jij goed ingeschat. Zij werkt in een optiek. Heeft altijd als opticien gewerkt. Ze zei, ik heb een bril van Oliver People. En dat vind ik dus een heel mooi merk. People's is het, ja. Oliver. Ik weet nooit waar die S moet denken. Altijd Oliver's People. Maar het is Oliver People's. Dat vind ik een heel mooi merk. En dit is een hele mooie bril. En zij zei, volgens mij staat hij jou heel goed. Ja. Dankjewel. En die shopper. Wat is dit voor heerlijks? Wat doen jullie allemaal? Nou, geweldig. Ook een geweldige tas. Zo lief ook. Nou, ben ik ontzettend blij mee. Dankjewel, Lisette. Ik ga nu naar Margriet. We zitten al een tijdje te brainstormen over een podcast. Wij houden van praten. Ik kwam bij haar om een tas te ontwerpen, maar we zaten eigenlijk het grootste deel gewoon te praten. Dus over levenservaring die we hebben opgedaan over bepaalde onderwerpen. Hoe we dat toepassen, hoe we ermee omgaan. Dus we zitten heel erg in dezelfde manier van kijken naar het leven, naar de wereld, naar hoe mensen werken. Ik noem dat dan altijd bijna filosofisch, omdat het niet gebaseerd is op onderzoeken die ik heb gelezen, maar gewoon op wat ik waarneem. Dus ik registreer allemaal dingen en ik zie trends ontstaan in gedrag, in kleding, in lifestyle. Dus dat vind ik heel fijn om dat met iemand te kunnen bespreken. Dat kan met Margriet. Zij heeft een podcast, maar zij wil met mij een podcast doen. En ik had echt iets van, ja, wie wil hier nou naar luisteren? Terwijl vlogs maken doe ik dus zonder dat ik denk dat het... Ja, ik denk dus dat mijn vlogs wel boeiend zijn, omdat ik dus dingen laat zien. Ik deel de kennis over het visuele aspect. En op een podcast gaat het natuurlijk gewoon alleen maar geklets, geklets, geklets. Ik kan ook niet echt bedenken waarom mensen er niet naar zouden willen luisteren. En ik vind het wel leuk om het te maken, want terwijl ik het maak, heb ik dus dat echte gesprek ook met Margriet. Dus eigenlijk plan ik een uur per week in mijn werk
schema in. Die reserveer ik voor een gesprek met Margriet. En dat nemen we op. Natuurlijk moet je daar wel ook voor voorbereiden. Dus stel dat je ook nog 2 uur aan het voorbereiden bent. Dan ben je dus weer 3 uur bezig met iets wat geen geld oplevert. Terwijl in mijn werkweek moet ik eigenlijk echt wel zorgen dat ik geld binnenkrijg. Anders kan ik dit niet doen. Het houdt niet genoeg over om de luxe te nemen om gewoon een podcast te maken zonder dat ik daar wat mee verdien. Ik zou willen dat dat kon. Maar dat kan in hoe ik nu mijn geld verdien nog niet of niet. Dus we gaan nu weer brainstorm. Ik heb een hele lijst gemaakt. Zij heeft met 2 podcastproducenten gesproken. En die hebben haar weer tips gegeven over waar we alvast over na kunnen denken. Dus voor wie is het? Hoe komt het eruit te zien? Wat voor rubrieken zitten erin? Wat is het thema? Why are we standing out? Ten opzichte van andere podcastmakers. Ik ga heerlijk zo op de fiets. Het is prachtig weer. Ik heb nieuw haar. Nog even een serieuze noot. Gisteren is mijn milkshake vlog online gekomen. Dat is een queer festival waar hetero's welkom zijn. En daar ga ik nu een paar jaar naartoe. En daar voel ik mij als een vis in het water. Omdat ik het gevoel heb dat ik daar ook echt kan zijn wie ik ben. Dus ik voel me een gast. Want het is voornamelijk voor queers bedoeld. Ik ben dankbaar dat ik daar als hetero ook bij mag zijn. Die vlog kwam online. En in die vlog zeg ik dat ik op de boot sta. Nou krijg ik een comment. Mag ik vragen, en dit is absoluut geen veroordeling, waarom jij als, denk ik, straight een plek aanvaardt op een pride voor LHBTRS. Absoluut geen shade, maar er had ook een queer persoon in jouw plek kunnen staan. Gewoon benieuwd, liefs. Om antwoord te geven op de vraag van, daar had ook een queer persoon kunnen staan. Ja, ik denk ook dat die de kans in die groep genoeg hebben gekregen. Want ik weet pas sinds 3 weken dat ik mee mag. Dus eigenlijk volgens mij omdat vooral dat er nog een plekje over was. En dat ik eerder heb gefilmd, dat beviel ze heel goed. Dat vonden ze heel erg leuk om terug te zien. Ik vind het heel fijn dat ik mijn bereik 22.000 mensen kan inzetten om nog meer te zien over deze community. De LHBTQ. IA+. En dat ik dus door mijn bereik kan delen daarover. En dus meer bewustzijn daarover kan. Hopelijk kan creëren. Ik wil gewoon laten zien dat ik daar vol trots bij wil horen. En dat ik daar 1000% achter sta en ze steun. En dat ik wellicht nog wat mensen daar mee kan beïnvloeden eigenlijk. Dus kan laten zien hoe geweldig die community is en hoe trots iedereen is, hoe geweldig de sfeer is. Ja, dat wil ik gewoon delen. Dus ik had die plek ook niet kunnen accepteren, maar ik denk dat ik door al die vlogkijkers ook weer een positief effect heb waar deze community wat aan heeft. Ja. Outfit of the day. Het is volgens mij te warm voor deze jas, maar ik heb het gewoon nu koud. Dus ik kan hem altijd uitdoen. Hè? Maar toch dit jasje, jongens. Ik hou niet van zwart kleur. Daar hou ik niet van. All black met 1 kleur. Mijn pony gaat omhoog. Die pony nu. Mijn natuurlijke neiging is naar achter, maar deze pony moet je dus naar voren. Joe! Hi. Hi! Ben je naar de kapper geweest? Ja. Oh, mooi! Thank you! Heb je het altijd normaal zo kort? Nee, dit is wel echt kort. Oh. Daar, als je in de hoek serieus gaat zitten, vind ik dat je research moet doen. Ja, ja, ja. Dus dan kies je voor inhoudelijk en dan vind ik, maar dat is dus mijn overtuiging. Je ziet ons denken. We zijn helemaal uitgeblust, omdat we al heel veel hebben in die meeting hebben gestopt. Ja. Wel heel veel denkwerk, ja. Maar dat is helemaal goed. Ja. Tot de volgende keer.